Lars van der Haar. En dat is twee, zeggen we dan maar, hè? Ja, dat is een mooie titel. En alweer een kampioenschap dat ik niet verloren heb. Onderhand al 6 kampioenschappen op rij gewonnen. Ik denk dat dat ook wel voor iets mag tellen. En ja, dat is een mooie. Maar het gaat niet vervelen, denk ik, hè? Nee, dat gaat zeker natuurlijk niet vervelen. Een kampioenschap is iets waar je moet en wat je wil winnen. En als dat dan lukt, is het natuurlijk perfect. Vertel eens over de race van vandaag. Nou, dat was vrij lastig. Ik heb alleen mijn plan perfect kunnen uitvoeren door de eerste ronde toch het gelukte om als eerste de zandstrook door te gaan. En toen dacht ik ook meteen, ik moet naar de wedstrijd hard maken, want ik wil niet een gigantisch harmonia-effect krijgen. En dat lukte eigenlijk wel. En toen, ja, toen wist ik natuurlijk wel dat er nog een paar terug zouden komen. En daar heb ik op geanticipeerd. En toen ik erbij was, heb ik natuurlijk niet de volle pond meer gegeven. En op een gegeven moment heb ik nog een keer een ronde hard gereden. En toen hoorde ik van Richard dat Michiel van der Heijden op komst was. En boem, meteen mijn benen stilgehouden en Wietse het werk laten doen. En zo is Michiel toch vrij snel bijgekomen. En op dat moment heb je gewoon het mentale voordeel op Wietse Bosmans. Volgend jaar gaan we dan de regenboogtrui in het veld zien of wordt het tijd voor een overstap? Nou ja, dan ga ik deze week eens een keer met Rabobank voor om de tafel zitten, denk ik. En dan gaan we gewoon eens kijken wat het sportief mogelijk is en wat ik wil. En natuurlijk ook wat er contractueel mogelijk is of dat er ook wedstrijd mogelijk is. Daar moeten we gewoon nog even naar kijken, maar ik wil zeker een deel overstappen. Gewoon om, voor mijn ervaring en voor mijn ontwikkeling.